Welkom bij een nieuwe aflevering van De Hemel op Aarde. En vandaag een speciale aflevering omdat we het echt gaan hebben over de hemel op aarde. Aflevering van vandaag gaat over het heiligdom. Wat we hier achter mij zien, het heiligdom, en dat is eigenlijk een symbool voor de hemel hier in de kerk. Het heiligdom is eigenlijk een plek voor Gods troon, Gods aanwezigheid, Gods offer wordt daar gegeven. Dus eigenlijk het allerheiligste plek in de hele kerk. Wat wij dan zien is dat niet iedereen toegestaan is om het heiligdom te betreden. De enige personen die toegestaan zijn, zijn diakenen en priesters. En met één belangrijke voorwaarde, dat ze zonder hun schoenen naar binnen gaan. De reden daarvoor is, zoals we eigenlijk ook al hebben gezien in het Oude Testament met Mozes, waarin God zei, in Exodus 3 vers 5, hij zei, kom hier niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. En daarom volgen wij die traditie tot op heden, dat als wij het heiligdom betreden, dat we niet met onze schoenen naar binnen gaan. En waarom dan niet met onze schoenen? Daar zijn namelijk twee redenen voor. De eerste is dat wij het niet waardig zijn om de hemel of het heiligdom te betreden. We zijn het als mensen helemaal niet waardig om in Gods aanwezigheid te staan. Daarom uit nederigheid doen wij onze schoenen daarvoor uit. Tweede argument, misschien ook een heel duidelijk argument, is dat schoenen, wij gebruiken die om te lopen op de weg. Het zijn eigenlijk materialistische, tastbare dingen die wij nodig hebben hier op aarde. Een symbool van dat wij onze schoenen uitdoen, is dat wij eigenlijk ons materialistisch leven aan de kant zetten om ruimte te maken, om toegang te krijgen tot de hemel, tot het heiligdom. En dat zien we ook terug hier door middel van een treetje. We zien eigenlijk dat het heiligdom verheven is ten opzichte van het koor ten eerste en ten opzichte van de rest van de kerk. Het is echt een symbool voor de hemel hier op aarde en daarom wordt het met allergrootste respect behandeld en zijn er echt bepaalde regels voor om het te kunnen betreden. Gaan we nu samen naar binnen. Zijn we nu binnen in het heiligdom, de allerheiligste plek van de kerk. Jullie zagen dat we echt met respect moeten omgaan met deze plaats. Dus alles wat ik net deed om naar binnen te gaan, het wordt gebogen. Allemaal om respect en uit nederigheid, omdat we het eigenlijk helemaal niet waard zijn om hier te staan. En omdat we dus ook een symbool van de hemel is, wordt er tijdens de liturgie wordt er hier alleen gebruik van gemaakt. Eigenlijk is de enige tijd dat we gebruik maken van het heiligdom, is tijdens de liturgische gebeden. En tijdens die gebeden is het ook daarom strikt verboden om te praten in het heiligdom. Behalve als het echt noodzakelijk is. Je ziet ook dat er tijdens de dienst wordt er zo min mogelijk tot bijna niet gesproken in het heiligdom. Omdat eigenlijk de hemel is. Komen we aan in het heiligdom. En in het midden van het heiligdom zien wij eigenlijk een altaar staan. Altaar komt van het Latijn, het woord altare. En dat is eigenlijk een plaats waar offers worden geofferd. Natuurlijk tijdens de liturgie wordt het allergrootste offer geofferd, Jezus Christus zelf. Daardoor komt het woord vandaan. Het altaar mag ook niet verheven zijn ten opzichte van de rest van de kerk. We zien wel dat het heiligdom zelf verheven is ten opzichte van de rest van de kerk. Het symbool dat het de hemel is. Maar de altaar zelf mag dat niet zijn. En dat zijn allemaal eigenlijk instructies die Jezus of God zelf destijds in het Oude Testament heeft gegeven. Nou, dat lezen we in Exodus hoofdstuk 20 vers 26. En u mag niet langs trappen naar mijn altaar klimmen. Dus hij heeft duidelijk gezegd dat er niet een extra treed voor het altaar nog gemaakt moet worden. Dat zien we hier daarom ook niet terug. Gaan we door naar de vorm van het altaar. We zien hier eigenlijk een kubus. En deze kubus is symbool van het graf van Jezus. Het graf van Jezus waarin hij zelf heeft 3 dagen heeft gelegen. Zelfde vorm ongeveer, een vorm, een kubus. En zoals die kubus ook uitgehold was, dus leeg van binnen, zien we hier dat het altaar ook leeg van binnen is. En dat altaar is toegankelijk vanaf de achterkant. En vanaf de achterkant kunnen er dan ook dingen in geplaatst worden. Vroeger was het gebruikelijk dat er reliquieën van heiligen ingeplaatst werden. Tegenwoordig zien we dat de reliquieën vaak meer toegankelijk zijn voor het volk. En dat die ook bijvoorbeeld bij het icoon van de heilige getoond worden. Maar vroeger was het gebruikelijk om binnen in het altaar de reliquieën van de heilige te vinden.
En verder zien we dus een kubus met allemaal mooie linnen. Maar onder die linnen zien we eigenlijk het altaar zelf. Het altaar zelf kan eigenlijk van heel veel materialen gemaakt worden. Gebruikelijk is hout, maar je ziet ook marmer, je ziet bakstenen, je ziet van alles, maar gebruikelijk is hout. En wat er ook staat in het Oude Testament over dat hout moest natuurlijk heel mooi zijn, heel specifiek hout, maar verder werd er ook gezegd in Exodus 20, vers 25, maar als u voor mij een stenen altaar maakt, mag u dit niet bouwen van gehouwen stenen, want als u ze met uw houwwil bewerkt, ontheiligt u ze. Moeilijke tekst, maar wat erin staat eigenlijk, dat het hout moet onbewerkt zijn. Er mag niet in gegraveerd worden, er mag geen symbolen in staan. Eigenlijk mag er helemaal niks op staan. Het is eigenlijk puur een houten kubus en daaroverheen komen de bewerkte linnen die zichtbaar zijn voor iedereen. Tijdens een vorig filmpje hebben we uitgelegd wat al de altaarbenodigdheden zijn. We zien natuurlijk het kruis, we zien het Nieuwe Testament, we zien de plaats waar de kelk geplaatst wordt. Maar vandaag gaan we het eigenlijk hebben puur over de vorm. Dus we hebben afgesproken een kubus en dat er eigenlijk verder, behalve de altaarbenodigdheden, helemaal niks geplaatst mag worden op het altaar. Altaar is de plek waar Jezus zelf geofferd wordt. Dus apart van de altaarbenodigdheden is het niet de bedoeling dat er andere zaken geplaatst worden. We zien daarnaast twee kaarsen. Aan elke kant zien we er één. En die twee kaarsen die zijn eigenlijk een symbool van de twee engelen die bij het graf van Jezus aanwezig waren. Die waren continu aanwezig gedurende zijn periode in het graf. En die zien we ook tijdens de liturgie dat zij ten alle tijde aangestoken zijn voor de liturgie. Verder zien we het allergrootste icoon van onze kerk. Namelijk het icoon van de hemel zelf. En dit zien we eigenlijk terug. Dit icoon is eigenlijk een vertekening van het Apocalyps. Hier zien we eigenlijk precies dat Jezus de aarde zal oordelen. We zien het boek des levens. We zien dat echt Jezus zit op een troon die weer leunt op de aarde. En dan zien we eigenlijk alles wat te maken heeft met de Apocalyps. Eigenlijk de Apocalyps, zoals we zeiden, is het moment dat we de hemel zullen betreden. En hier dus een duidelijk symbool dat we echt in de hemel staan met alle aspecten van dien. Eigenlijk is dat alle informatie over het heiligdom en het altaar een heel mooi, heilig, respectvolle plaats met daarin de plaats waar Jezus zelf geofferd wordt. En eigenlijk is het allerbelangrijkste dat wij met respect omgaan met deze plaats. De rest van de benodigdheden heb ik eerder in een filmpje besproken. Mocht je deze nog niet gezien hebben, kijk die dan heel snel waarin uitgelegd staat wat de benodigdheden van het altaar zijn. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag bij een volgend filmpje in de hemel op aarde.